Hey jij! Superleuk dat jullie kijken naar mijn allereerste video. Hoi, ik ben Kim en superleuk dat je kijkt naar deze allernieuwste video. Ik ben chronisch ziek en ik wil eigenlijk mijn verhaal heel graag met jullie delen. Hey, hallo. Hey, jij. Ik ben Kim en superleuk dat je kijkt naar mijn 100ste video. Je hoort het goed, mijn 100ste video op dit kanaal. Ik heb natuurlijk al een kanaal eerder gehad, maar daar heb ik nog nooit zoveel video's geplaatst als op deze. En in deze video ga ik eigenlijk een beetje terugblikken op mijn verleden met hoe ik ben begonnen met video's maken eigenlijk. En we gaan ook een paar video's terugkijken. We gaan heel wat throwbacks zien als ik ze natuurlijk allemaal kan terugvinden. In deze video eigenlijk een beetje een storytime van hoe ik hiermee ben begonnen en hoe het eigenlijk een beetje is uitgelopen tot wat ik nu doe. Ja, zo kan je het eigenlijk wel zien. 100 video's verder. Mijn hemel. Dat is heel veel. En dat in nog ineens een jaar en 3 maanden. En ik heb natuurlijk altijd op zondag plaats. Maar nu doe ik dus 3 video's per week. Maandag, woensdag en zondag. Ja, dus dat tikt sowieso wel aan. Wat ik eigenlijk wil zeggen in deze video. Ja, eigenlijk is het niet echt een heel erg nuttige video als ik hier ben. Maar 100 video's verder is toch wel een soort van mijlpaaltje of zo. Ik had niet verwacht dat ik het ook zo lang zou volhouden. En ook echt elke week maandag, woensdag en zondag een video had kunnen uploaden. Laat ik gewoon bij het begin beginnen. Ik heb eigenlijk altijd al wel iets met editen, video's editen, foto's editen gehad. Eigenlijk sinds kleins af aan. Voordat ik mijn mbo-opleiding deed, want ik heb namelijk een mbo-opleiding gedaan voor mediavormgeving. Allround DTP / mediavormgeving heet het officieel. En daar zat ook videograaf in, fotograaf, al die dingen eigenlijk. Daarvoor ben ik al best wel bezig geweest met bijvoorbeeld Musical.ly. Ik denk dat de meeste mensen dat wel zullen kennen als nu dan TikTok. Maar ik was heel erg bezig met Musical.ly en video's plaatsen en video's editen. En eigenlijk kwamen daar de hele tijd creatieve dingen uit. Dat heb ik eigenlijk geplaatst op die app, op Musical.ly dan destijds. Ik vond dat zo leuk om te doen dat ik dacht van, ik wil hiermee doorgaan. Uiteindelijk is die hobby heel erg uitgelopen tot, nou ja, ik kreeg natuurlijk een aantal following. Mensen vonden de video's leuk die ik uploadde. En daarmee ben ik eigenlijk de hele tijd doorgegaan en doorgegaan en doorgegaan. Ik wist niet op dat moment dat YouTube, dat je daar ook dingen op kon plaatsen en dat soort dingen. Ik wist natuurlijk wel dat er bepaalde YouTubers waren die wekelijks of dagelijks een video uploaden. Maar niet dat ik dat zelf ook kon doen. Dus dat was voor mij nog helemaal nieuw. Maar ik ben eigenlijk alleen maar begonnen met met Musical.ly en met TikTok. Echt de laatste 2 jaar, denk ik, 2,5 jaar, dacht ik bij mezelf van, hey, ik doe nu heel leuk TikTok, maar ik vind het ook leuk om langere video's te maken, zoals in dit geval de dansvlogs of een storytime of met bijvoorbeeld de aflevering van Let's Chat, weet je wel, dat je gewoon even serieus de diepte ingaat. Voor mij was ook de laatste paar maanden en het afgelopen jaar echt een uitlaatklep om tegen een camera te praten. Dat ik dacht van ja, ik ga dit gewoon vaker doen. Ik ga dit gewoon wekelijks doen eigenlijk. En ik heb wel een bepaalde dingen waarvan ik echt denk van oké, waarom heb ik dat online gezet? Dan heb ik nog steeds ook wel. En ik probeer ook wel de, hoe noem je dat, de mening van anderen mee te nemen. Dus hierbij wil ik ook even iets vragen. Wat voor video's vinden jullie het leukst om te zien op mijn kanaal? Want ik wil daar echt rekening mee houden. Ik wil daar echt gewoon de leukste content uit creëren eigenlijk. En niet van ik moet uploaden omdat ik moet uploaden. Dat wil ik eigenlijk een beetje uit mijn systeem krijgen eigenlijk. Dus laat me zeker even weten wat voor video's jij het leukste vindt. En dan ga ik daar gewoon rekening mee houden eigenlijk. Maar zo is dat eigenlijk een beetje gaan rollen. Ik twijfelde ook destijds, toen ik op de middelbare school zat, twijfelde ik echt of ik de dierenkant op wilde gaan. Want ik was helemaal fan van dieren en ik wilde dierenartsassistent worden. En nou, ga zo maar door. Totdat eigenlijk toen destijds een vriendin en een klasgenoot van mij zei van, hey, ga een keertje mee naar een open dag bij het mbo wat ik uiteindelijk heb gedaan. En ik ben volledig van kant geswitcht. Ik ben van de kant van dierenopleiding naar eigenlijk de kant van mediaopleiding gegaan. Ik ben heel breed opgeleid als media, ja, als media vormgever eigenlijk. Allround DTP'er, om het eigenlijk zo te zeggen. Ik ben heel lang ook gestopt met Musical.ly. Omdat ik het, ja, ik weet niet, ik vond het niet meer leuk op een bepaald moment en alles werd hetzelfde en er zat niet echt iets nieuws bij. Toen in coronatijd, toen letterlijk 2 jaar geleden of 3 jaar geleden inmiddels, ben ik weer begonnen met, ja, video's maken en video's uploaden, op TikTok dan in dit geval. Omdat, ja, je zit natuurlijk dagenlang thuis en je kan niks.
letterlijk, je kan niks. En daar ben ik toen heel erg mee gegroeid. En mensen die vroegen ook aan mij van, hey, heb je een YouTube kanaal? We willen langere video's dan alleen maar de video's die je op TikTok uploadt. En dat heb ik uiteindelijk opgestart. En het was niet dit kanaal, dat was een ander kanaal. Maar die is uiteindelijk verwijderd door YouTube. Vertel me het fijne die van. Lang verhaal. Uiteindelijk heb ik dit kanaal. Het gaat hartstikke goed en ik ben blij. En ik vind het leuk om te doen. En ik vind het leuk om video's op te nemen. Ik hoop dat er nog heel veel leuke video's überhaupt bij komen. Want als jullie ook nog ideeën hebben, laat het alsjeblieft weten. Ik heb natuurlijk wel bepaalde ideeën. Moet ik wel goed uitwerken, ga ik wel heel eerlijk over zijn. Dat komt wel, dat komt vanzelf. Ik wil jullie in ieder geval gewoon heel erg bedanken voor alle steun en alle leuke positieve reacties ook heel vaak. Op, ja, onder mijn video's. Dankjewel. Even een praatvideo. Mag ook wel een keer. Niet echt een boeiende video, maar ik wil het toch even gezegd hebben. En als ik dat vind of wil, dan doe ik dat ook. Lekker mijn eigen ding volgen, toch? Groeien en leuke dingen gaan doen. Dat is mijn voornemen. Klinkt heel gek. Happy New Year. Maar zoals je hier naast mij kan zien, is dit mijn kanaal. Mocht je nog niet geabonneerd zijn, doe dat dan zeker even. We gaan aardig hard met de abonnees. Maar laten we gewoon even helemaal naar beneden gaan. Oké, ik zie nu al video's waarvan ik echt om cringe eigenlijk. Mijn allereerste video was een sketchvideo. Verschillende types tijdens kerst. Oké, laten we gewoon voor de grap even... Oké, cringe nu al. Waarom heb ik dit? Wanneer is dit geplaatst? 19 december 2021. Oh, dat was 2 jaar geleden. Althans, dit jaar 2 jaar geleden. Ik heb ook al gegeven. Ik heb beneden de voorraad in de kast staan. Waarom heb je nu al de kerstboom staan? Oh, wat erg dit. Ik ben wel veranderd op een of andere manier. Ik ben echt heel erg... Oké, laten we gewoon even een klein stukje van deze video kijken. Gewoon om even de cringe erin te houden. Wat voor datum is het? Het is 19 december. Hoezo? 19 december? Nee. Betekent dat dat volgende week al kerst is? Ja, volgende week is het al kerst. Oké, ik stop met deze video kijken. Het is echt de cringe gewoon. Oké. Ook mijn allereerste danswedstrijd of dansvlog staat online. Wanneer was dit? 20 februari 2020. Dus letterlijk bijna een jaar geleden. Dat was in Tilburg. Op zich, mijn dansvlogs zijn niet heel erg veranderd. Wel de manier hoe ik edit, dat wel. En ik heb ook video's inderdaad gemaakt toen ik naar Amerika ging. Ik zal voor de grap even een klein stukje laten zien, want dat was echt insane. Hier komt ook gewoon even volledig in beeld, want het is gewoon veel te leuk om, ja, dit niet te laten zien. Goed, weet je, ik geniet gewoon van die video's. Ik krijg helemaal flashbacks van Amerika. Amerika is echt een droomland voor mij geweest. Dus ik ben heel blij dat ik die video's heb gemaakt. Het is trouwens wel allemaal met mijn telefoon gefilmd. En nu film ik gewoon met een camera. Althans, de meeste video's. Mijn vlogs bijvoorbeeld, die
film ik gewoon met mijn telefoon. Maar goed, dat terzijde. Maar dankjewel voor het kijken naar deze video. Mocht je nou nieuw zijn en mocht je nou mijn avonturen / nieuwe video's willen zien, abonneer je zeker even. En dan zie ik jou bij de volgende video. Doei!